En de eerste die we gaan zien, dat is Hans. En Hans zit op de P21. En de P, ja, Hansie, heel goed. En Hansie die zit op een machine die zowel kan schuiven als vegen en als kan blazen. En die wel 21 meter lang is. En met ongeveer 15 van deze machines maken wij de baan in ongeveer 20 minuten schoon. En u zou denken dan misschien, waarom stoten we hier gewoon wat zout op? Nou, we strooien er geen zout op. We doen vaak wel nabehandelen met een antivriesvloeistof. En voor de kennis, dat is kaliumformiaat en die is ook biologisch afbreekbaar. Het tweede apparaat dat eraan komt, ja, daar heeft Els wel even over na moeten denken. Want als u goed geluisterd heeft net, Els gaat over de centjes. En dit apparaatje, ja, u zult denken, pardon, hè, pardon heeft het gekost. 2,1 miljoen euro, dames en heren. Maar dan kan die ook wel wat. Hij kan zijn cabine naar voren en naar achteren. En daarmee kan hij heel goed zijn blower positioneren op de sneeuw. En de sneeuw dus wegblazen. Wie heeft er allemaal een middenklas auto? Ja, ik ook. En daarom steek ik mijn hand op. Dus ik hoef er echt nergens voor te schamen. Zo'n 1500 kilo autootje. Blaast hij in 1 seconde weg. Dus daar hebben we er ongeveer 2 van. Dus niet 3 floten, maar hier hebben we er maar 2 van. En die kan dus met z'n tweeën kunnen ze 3000 kilogram sneeuw in een seconde wegblazen. En dat is dan ook heel hard nodig. Dankjewel Jeroen. Heel goed. Ik hoor dat de sneeuwvloot gewoon fans heeft in de zaal. Dat is altijd wel fijn om te merken. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf ook een klein beetje fan. En dit is dan ook nog weer zo'n prachtstuk uit die collectie van ongeveer 6 tot 8 voertuigen, want anders krijg je die vragen allemaal achteraf weer. He, dat is een prijsvraag, he, is dat? Hoeveel voertuigen? Tussen de 6 en 8, zeg ik tegen iedereen. Mag u zelf gokken. En deze sproeier, die is zoals heel veel van onze assets, onze bedrijfsmiddelen, uitgerust met een stukje software, een computer. Tegenwoordig gaat dat steeds vaker zo. En die software kan die automatisch mee detecteren waar al wel of niet gesproeid is. Dus dan gaat hij ook automatisch aan en uit. Hij heeft ook LED-verlichting aan de achterkant en daarmee is hij extra zichtbaar in de nacht. Sproeier 76 vanaf de kopbaan 18 centen. Sproeien toegestaan. Wachten voor Whisky 5. Sproeier 76 vanaf de kopbaan 18 centen. Sproeien toegestaan en wachten voor Whisky 5. Toren Sproeier 76 op baan 18 center, 36 center, Whisky 5, kruisen. Sproeier 76 op baan 18 center, 36 center, Whisky 5, kruisen toegestaan. Sproeier 76 op baan 18 center, 36 center, Whisky 5, kruisen toegestaan. En voor de kennis onder u, dat is de baan hierachter, hè? De Zwanenburgbaan. 18 center, 36 center. Zoals je hebt kunnen